Goedemiddag, mijn naam is Henk Linneman. Ik ben werkzaam bij de Nederlandse Aardoliemaatschappij als engineering en maintenance manager voor Esset Land. En ik ben verantwoordelijk voor het handhaven van technische integriteit van onze gas- en olieproductieinstallaties. Ja, ik werk graag bij de NAM, omdat de NAM een dynamisch bedrijf is. En ik vind het schitterend om samen met mijn team en mijn collega's te werken aan nieuwe werkwijzen om de installaties goed en veilig te kunnen opereren. En daarbij ook de velden langer open te houden door de kosten gezamenlijk te reduceren. Na ruim 50 jaar gasproductie is de productie van onze kleine velden sterk afgenomen. Nou, dat betekende in de praktijk dat we dus sterke kostenreducties moesten gaan realiseren. En voor mijn afdeling betekent dat in feite dat wij onze onderhoudsstrategie hebben moeten gaan herzien. En van uitbesteding hebben wij besloten om te gaan inbesteden. En dat betekent in feite dat een groot aantal werkzaamheden weer in eigen beheer worden uitgevoerd. Als je besluit om onderhoud weer in eigen beheer te nemen, terwijl je dat meer dan 10 jaar aan contractors hebt overgelaten, dan betekent dat een drastische wijziging van je organisatiestructuur. Maar daarbij ook de werkmethodieken, de werkwijze, het samenspel met andere afdelingen. Kortom, een totale herziening van je organisatie was noodzakelijk. Ja, ik ben met name trots op het feit dat deze transitie van uitbesteding naar inbesteding, dat we dat zeer succesvol in een korte periode van 6 maanden hebben kunnen afronden.